Eerst stopwasje aanzetten. Maar gaan we dat niet vergeten. En vervolgens, als ik het goed heb. Ah. Het zit heel ergens anders dan dat ik dacht dat het zat. Oké. Dan, oh, kak. Is het dan niet degene die ik denk dat het is? Daar ben ik nou heel benieuwd naar. We gaan kijken, want ik herinner dan zijn locatie verkeerd. Waarschijnlijk, gok ik. Denk ik. Nee, dat moet wel, want anders dan wijst hij mij niet daar naartoe. Ja, dat is echt... Niet naar... Degene... Oh... Weet je wat het is? Dit is inderdaad niet degene die ik denk dat het is. Oh no, ik weet welke dit is. Dit is niet eentje waar ik naar uitkijk. Dit is een hele lastige... Oh boy. Oh, ik dacht dat dit een hele andere was. Ik was me al helemaal aan het verheugen erop. Ik denk van ja! Ik ga dat spelen. Dat is echt heel leuk om te doen. Maar het is niet degene van wie ik dacht dat het was. Oh no. Het gaat heel anders lopen dan dat de bedoeling was. Maar niet helemaal, maar. Ik moet alleen mijn aanpak veranderen, want ik weet niet meer waar zijn zwakke plek zit namelijk. En het is ook een. Hoe moet ik dat zeggen? Het is straks is het nog wel goed te zien. Maar het is een hele lastige om hem te triggeren. Sorry, Agro. Het is niet heel vriendelijk voor mij. Maar het is een hele lastige om te triggeren. Even kijken, want ik dacht dat ik daar een. Klopt dat? Ja. Ik ga maar even saven, want dit is er echt wel eentje. Daar kun je echt wel dood bij gaan. Echt ook heel hard. En. Oh boy! Holy shit, Agro het vliegende paard. Wat was dat dan, Agro? Wee! Oemp. Ja, save. Oh, sorry. Dan zul je zien hè, dat ik zeg van, oh het is heel lastig. En dan ben ik binnen een paar minuten en ik heb hem eraan gespeeld. Nou betwijfel ik dat echt heel erg, want... Oh boy, daar is het. Ah, oh, ik dacht dat dit een andere was. Ik dacht echt dat dit een andere was. Oh boy. Huh. Heb ik dan... Nee toch, die heb ik niet gemist. Toch? Nee, de vorige die ik heb laten zien... Dat was die... Het is daar hè? Ja, het is daar. Oh man. Oh boy. Here we go. Zien jullie die geizers? Die moet ik gaan gebruiken om ver te werpen. En geloof me, dat is niet makkelijk. Echt niet. Hebben ze dan de verkeerde beschrijving bij het verkeerde... Ik begin te denken... Dat ik... Ik heb het gevoel alsof ik eentje overgeslagen heb. Stop maar. What the fuck? Weet je wat? Ik ga heel even iets spieken. Ik ga heel even spieken. Op mijn telefoon. Niet hoe ik hem moet verslaan hoor. Maar hoeveel... van Shadow of Colossus ik er al gedaan heb. Ja, toch wel 8. Dus dat klopt inderdaad. Dit is nummer 9. Maar ik zag er 8 staan en ik dacht, huh? Maar ik heb er toch maar 7 verslagen.
Maar nee, ik heb gewoon achtergeslagen. Is dit wel, is dit gewoon de brug? Ik dacht dat dit een afgrond was of zo. Maar goed, ik heb er dus wel gewoon... Oh man, ik zie hier zo tegenop. Ik moet die geizers, die dus gewoon at random schieten... Moet ik gaan gebruiken... Om de kolossus mee te... Oh man. Nou, kom maar tevoorschijn. Waar ben je? Ik weet dat je hier in die grot bent. Het is een beetje net zoals die tweede kolossus. Weet je wel, die verborgen zat in die andere grot. Oh boy. Zie hem daar zitten? Ja. Oh boy. Here we go. Want zoals je ziet is een hele rug. Oké. Kom op. Oh boy. Auw. Daarom wil je hem dus absoluut zorgen dat je hem dat je gesaved hebt. Oh boy, oh boy. Agro, ren. Ren. Ren, agro. Oh boy. Agro! Red je meester. Red mij vooral. Oh boy. Oh boy! Auw! Dat deed meer pijn dan... Oké, kom op. Oh kijk, ik kon ook... was ik vergeten, ik kan ook rollen. Kom op. Be a good boy. Ga... Auw! Agro, bewijst toch een... Redelijk aardig meat shield te zijn. Kom op. Auw. Auw. Kom op. Ja. Oh, no, 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 no. Oh. Kom op. Hij gaat er ook niet uit zijn eigen ogen heen. Hè. Dat is op zich wel logisch. Auw. Oh ja, echt serieus. Kom deze kant op. Kom dan. Sorry. Oh no. Auw. Oh, mijn oog jeukt. Kom deze kant op. Joehoe. Hij wil deze kant. Auw. Oké, agro. Agro! Ren! Fucking beest is echt lastig. Ik heb trouwens... Ik ben mijn timer kwijt, dus... Oh boy. Kom op. Oh nee, kom op mijn timer. Serieus. Waar is hij? Oh, daar is hij. Kom op! Oh... Wat ik zeg. Ja, dat weet ik! Dat hoef je niet door te geven, Dormin. Maar die etterbak die. Die komt. Kom op! Ah. Kukkig. Auw! Oh nee, agro! Auw. Oké. Echt zeg, hij is ook de eerste. Die, auw. Ik ga zo meteen dood. Stomme klote beest niet over die geizer heen gaat. No, agro. Auw. Oké.
Je zit nou over die fucking geyser heen. Bijna, denk ik. Ja, dat meen ik. Auw. Oh fuck, ik had het deze kant op. Ja, ja, kom op, kom op. Fucking. Kom op. Oh boy. Auw, ik ga zo meteen echt hartstikke dood. Auw. Auw. Oké, wacht even. Dit zou ook nog wel een tactiek kunnen zijn natuurlijk. Als ik hem voor de gek kan houden om hier op te vallen. Auw. Ja, ik weet het, Dormien. Maar hij wil niet meeluisteren. Hij wil niet meewerken. Hij wil niet meewerken. Kleine lafaard. Yo. Oké. Ik ben het zat met jou. Luister maar, de baas, jij. Kom. Hier. Auw, 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 auw. Serieus. Daar. Oh boy! Oké, was dit het? Nee, dit was het niet, hè. Hij moet op zijn rug vallen. Auw! Nou, Dormien zal zometeen wel weer beginnen te jammeren van... De kracht der aarde kan hem laten schudderen. Oké. Is goed, maar dat, als het beest dan ook meewerkt, dat zou echt fantastisch zijn. Oh boy. Oké. Kom, Argo. We gaan heel eventjes de andere kant op om wat gezondheid bij te werken. Want deze kleine etterpak, die wil niet echt meewerken. Ik zie hem nou ook niet meer. Dat is een beetje zorgelijk. Ik weet niet wat hij er daar is. Kom op! Man! Oh, gaat hij terug gewoon naar zijn hol of zo? Yo! Hello! Ja, dat doe ik ook! Maar als hij... Oh god! Acro rennen! Ik weet dat ik op zijn poten moet richten, maar... Oh boy. Agro, rennen, 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 rennen! Auw. Oh man, maar hij gaat er ook niet zelf overheen, auw. Op het moment dat zo'n ding geactiveerd is, dus het is echt zwaar close. Oh boy. Kom deze kant op. Oh man, ik ben echt tijd aan het verspillen hier. En deze keer is niet eens mijn eigen schuld, want ik weet precies wat ik moet doen. Ja. Ga maar even vanaf. We gaan even kijken of een... Ik
graag nu eventjes niet spuwen, alsjeblieft. Dat zou eigenlijk best wel fijn zijn. Kom op. Oh shit. Auw. Oh boy, ik ga zo meteen echt dood als ik niet pas. Kom op. Auw. Ja. Ja. Kom op, spuiten ding. Spuiten, 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 spuiten. Kom op. Oh mijn god, ik ga zo meteen echt nog dood hier. Omdat een stomme beest niet over die gijzer heen wil lopen. Kom op, je staat nou... Kom deze kant op. Een paar stapjes. Oh nee. Auw, auw. Kom, nu spuiten, gijzer. Oké, top, nice. Hè? En... Nou zou het goed moeten zijn. Oké, haha. Jezus. Alleen, waarschijnlijk is één keer niet genoeg. Dus moet ik dit meerdere keren gaan doen, omdat het heel irritant gaat worden, want... Echt serieus. Oh boy. Ah, ik dacht dat het op zijn buik was, maar... Dat valt nog wel best wel mee dan. Oh boy, waar is het dan? Laat ik op zijn rug in ieder geval terechtkomen. Ik denk dat dat best wel... Waarom? Oh boy! Dat was misschien niet mijn meest verstandige idee. Oh boy. Oh wacht. I did not fuck up. I did not do bad. Is een zwakke plek om op zich. Haha. Je hebt genoeg bescherming om. Oh boy. Dat ik er niet vanaf kan. What the fuck? Zit zo'n. Ah, zo'n zwakke plek zit op zijn kop. Oké. Ik dacht echt dat ze een zwakke plek op zijn buik zat. Misschien komt dat straks dan nog wel. Ik hoop het niet. Nou, zo te zien... niet. Zo. Dat was... Op het moment dat hij dan gevallen is, is het makkelijk. Ik dacht ook echt dat je maar één poot hoeft te schieten, eerlijk gezegd. Dat is wel een beetje mijn schuld, maar oh mijn god, wat een... Etterbak dat hij dan niet over die dingen heen gaat. Serieus. Ga de volgende keer gewoon over die gijzers heen, joh. Auw. En daar gaan we weer. Maar echt, waarom... Ik... Deze vind ik van alles... Er zit er nog wel eentje die is ook... lastig. Maar... Die vind ik toch wel goed gedesigned. Maar van alle kolossaai zou ik zeggen dat dit de meest onlogische is. Ik bedoel, er hangt zoveel af van factoren. Of hij daar overheen gaat lopen. Of die gijzer spuit. Ik heb meegemaakt dat dat stomme beest
over die gijzer heen stond. En dat die fucking gijzer niet spoot. Dan ben je ook gewoon zwaar op je neut, hoor, als dat gebeurt. Dan was het ook van, oh, leuk, top. Dankjewel, Colossus, dat je dit doet. Fijne etterbak. Mijn volgende vijand heet... Geen idee, dat heb ik zo niet gehad. En een eenzame zandtuin, de sporen aan zicht introkken. De aarde trilt zijn blik. Oh, dit is die volgende volgens mij. Het is ook een goede tip. Zijn blik doorboort je. Oftewel, jij moet zijn blik doorboren. En agro moet je erbij zowaar bij gebruiken. Bij die volgende. Maar goed, dat is voor volgende week. Dat is niet voor nu. Kom, we gaan het saven. Hallo agro. Oké, en 7. Nou, volgende week ga ik weer met, waar is Agro? Agro? Agro! Volgende week ga ik weer met Agro op avontuur. Heb ik het goed tot, ja, ik kan het zeggen. Dat is een beetje die kant op, ja. Ja. Nou, ik wel goed. In ieder geval, dan tot de volgende week.